Nu fietsen hier nog mensen naar hun werk, school of het terras. Maar aankomende zaterdag is Oostburg het toneel van de vierde etappe in de Renewi Tour. Drie lokale ronden worden er verreden waarna het peloton vertrekt richting het Belgische Aalter. Maar voor die tijd is er al genoeg te beleven. Het kloppend hart is het plein hier voor het Lidltheater en de markt. De markt is de ploegenpresentatie. Dus een groot evenement met veel sportiviteit. Wij hebben een contract afgesloten met de Renewi Tour voor 3 jaar. Vorig jaar in Sluis, dit jaar in Oostburg. En volgend jaar zal de finish zijn van een etappe in Breskens. Of er in 2025 ook weer een mooi peloton aan de start staat, is nog even afwachten. Dit jaar zijn er in ieder geval grote namen van de partij. Zo staan Nederlands kampioen Dylan Groenewegen en de Belg Jasper Philipsen aan de start. Maar vooral regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel zal veel publiek trekken. Ja, daar is natuurlijk volop ruimte voor. Kom op tijd, zou ik zeggen. Doe op het gemak een parkeerplekje zoeken. Bij Tuit en Weilen zal er natuurlijk een straat zijn afgesloten. Dus kijk even goed naar de borden en de aanwijzingen. En dan hoop ik dat iedereen kan genieten van een fantastisch mooie dag.